Enjoying Everyday Life. Het is nooit te laat. Een van de grootste leugens waar we geloof aan kunnen hechten is: Het is te laat. Op een bepaald punt in ons leven hebben we allemaal wel eens het gevoel dat onze kans verkeken is, of dat we een belangrijke gelegenheid om zeep hebben geholpen. We kunnen zelfs in de verleiding komen te denken dat we onszelf hebben gedisqualificeerd voor een geweldige toekomst en dat onze beste dagen achter ons liggen. Als jij dit herkent, als je het gevoel hebt dat je kans is verkeken en de mogelijkheid op een geweldig leven aan je voorbij is gegaan, wil ik dat je iets weet. Bij God is het nooit te laat. God is een God van verandering. Hij doet altijd nieuwe dingen en werkt achter de schermen in ons leven om dit mogelijk te maken. Waar wij falen zien, ziet God potentie voor iets nieuws. Op het moment dat we struikelen en uit elkaar vallen, is God al bezig om onze comeback te plannen. Als wij plan A verprutsen, hoeven we ons geen zorgen te maken. God heeft al plan B. Ik houd van Jesaja 43, vers 19. Laat de woorden uit deze tekst eens goed tot je doordringen. God zegt, zie, ik maak iets nieuws, nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. Denk eens even met me mee. Stel dat het inderdaad niet te laat is, welke dingen zou je dan doen? Zou je terug naar school gaan om een opleiding af te ronden? Zou je het goed maken met een oude vriendin? Of zou je proberen een aantal gemaakte fouten te corrigeren? Zou je je passie gaan volgen, iets waar je van nature talent voor hebt, en proberen je doelen en dromen te verwezenlijken? Wat het ook is, God wil dat je weet dat het nooit te laat is om opnieuw te beginnen en een geweldig leven te leiden. God staat aan jouw kant en als het nodig is, kan Hij zelfs een weg voor je aanleggen door de woestijn of een rivier in de wildernis. Hij is de God van een frisse start, opnieuw doen, nieuw begin en een geweldige finish. Vastberadenheid is een must. Een van de meest geweldige dingen die we kunnen doen om met God samen te werken is vastberaden blijven. Ik heb ontdekt dat als je ontmoedigd raakt en anderen aan je twijfelen of je bekritiseren, en als het lijkt alsof je dromen nooit uit zullen komen, dat het belangrijk is dat je vastberaden vooruit blijft gaan. Nooit zal ik de tijd vergeten dat ik vele jaren geleden voor het eerst begon te praten over de roeping van God op mijn leven. Een aantal van mijn vriendinnen kwam tot de conclusie dat ik een vergissing maakte. Ze zeiden dat ook tegen me. Joyce, we denken echt dat je niet de persoonlijkheid hebt om in zo'n soort bediening te staan. Dat was niet bepaald bemoedigend. Toch wist ik wat God in mijn hart had gesproken en ik wist dat ik de gave had ontvangen om Zijn woord te onderwijzen. Dus bleef ik doorgaan op de ingeslagen weg. Als gevolg daarvan verloor ik een aantal vrienden en werd ik zelfs gevraagd om mijn kerk te verlaten. Zelfs een aantal familieleden keerde me de rug toe. Natuurlijk was dat heel moeilijk op dat moment, maar ik krimp in één als ik eraan denk waar ik nu zou zijn als ik het destijds zou hebben opgegeven toen ik me afgewezen voelde. Ik zou sowieso niet Gods roeping op mijn leven vervullen, en ik zou me ellendig voelen met de wetenschap dat ik mijn passie niet volgde. Ik herinner me zeer levendig dat God me op een bepaald moment in die eerste jaren bleef aanmoedigen het niet op te geven en door te gaan. Hij hield me steeds dezelfde tekst voor, en die spreekt ook vandaag de dag nog altijd tot mijn hart. En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten als wij het niet opgeven. Galaten 6, vers 9. Onze vijand Satan wil dat we het opgeven en er definitief mee stoppen. Volgens de Bijbel is hij de vader van de leugen. Zie Johannes 8, vers 44. Hij liegt ons voortdurend voor en zegt tegen ons: Dat gaat je toch niet lukken. Denk je nou echt dat God tegen jou heeft gezegd dat je dat gaat doen? Het is mijn overtuiging dat we vooral in de verleiding komen om het op te geven vlak voordat er een doorbraak gaat plaatsvinden. Maar als we vooruit blijven gaan, als we standvastig blijven en weigeren op te geven. Zullen we ons doel bereiken en wandelen we in Gods beloften? Ten slotte, ik weet niet op welk punt jij nu staat. Ik heb geen idee welke tegenslagen en teleurstellingen je te verwerken hebt gekregen. Maar dit weet ik wel. Het is niet voorbij. God houdt van je. Hij ziet je. Hij heeft een plan om opnieuw te beginnen. Want bij God is het nooit te laat. Hij is de God van een frisse start, opnieuw doen, nieuw begin en een geweldige finish. Hij is degene die alle dingen nieuw maakt. Dave en Joyce. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.